We waren er al bang voor, met z'n allen. Ja, vrienden. En nu gebeurt het dan ook. Heb je gezien? Opsporing verzocht. Heb je gezien? Die vader, die arme, arme vader van die Carlo Heuvelman. Die moet dan een beetje gedwongen door het Openbaar Ministerie. Want het Openbaar Ministerie heeft dus kennelijk geen bewijzen genoeg. Of totaal geen bewijzen tegen die kopschoppers van zijn zoon. En dan wordt die arme man, die wordt dan min of meer gedwongen in zo'n tv-programma om daar zijn verhaal te doen. Die man die schiet natuurlijk vol, die zit in tranen, die toont zijn hele emotie, dat kan ook niet anders. En dat had die man natuurlijk veel liever niet gedaan. Maar dat moest wel om te vragen of mensen zich alsjeblieft willen melden als getuigen. Ja, dat had je sowieso wel moeten doen natuurlijk, als je daar getuige van was geweest. Dan had je toch allang bij de politie moeten zijn. En dan moet die arme man, die moet dat dan doen, alleen maar omdat het Openbaar Ministerie te lang heeft gewacht. En daar waren wij bang voor. Te lang gewacht met de verdachte oppakken. En dat duurde maar, en dat duurde maar. Dat ging met de snelheid van de Mexicaanse muis. En niks gebeurde er. En al die tijd konden de verdachten, dat gooise gaaiers, weet je wel, die kopschoppers, die hadden alle tijd om met elkaar en met de advocaten te overleggen. Hoe gaan we het doen? En hoe pakken we het aan? Want die advocaten, die zeggen natuurlijk tegen die gasten, en dit moet je niet zeggen, en dat moet je niet doen, en zo moet je je niet gedragen. Dat krijgen ze allemaal mee. En daarbij, ze kunnen al die verhalen, hebben ze keurig op elkaar afgestemd. Dus nu is het, we wijzen naar elkaar. Ja, jij hebt het gedaan. Nee, jij hebt het gedaan. Ik was er niet. En nu zie je dat ook in wat ze vertellen. Want ze pakken die jongens wel op, maar die jongens zeggen natuurlijk allemaal, ja, maar ik was daar wel. Maar ik heb die jongen, die Carlo, heb ik nooit aange. Nee, ik was betrokken bij een andere vechtpartij. Ach, nee, en ik heb het wel zien gebeuren op een afstandje. En zo gaat dat maar door. En dan heb je die advocaten nog, die dan vertellen van, nee, er zijn door onze cliënten, absoluut is er niet geschopt. Nee. En daarbij, hij is gevallen. Ja, hij is, Carlo Heuvelman, is achterover gevallen op een stoeprand. En daardoor is hij in een coma geraakt. Zo zit het. En dat is allemaal omdat het OM zo traag is en was en nog steeds is. En zo dreigt het dus te gebeuren, beste vrienden. Dat dit gooise gaaiers ermee gaat wegkomen. Ja, dat ze door de vertraagheid van het OM en doordat ze geld genoeg hebben om allerlei advocaten in te zetten, dreigen ze er toch mee weg te komen, want ze hebben het echte bewijs niet van wie heeft er geschopt. En als je er heel snel bij was geweest, had je die gasten allemaal apart kunnen zetten en had je ze goed kunnen verhoren en dan had er echt wel eentje gezegd, hij was het, hij heeft het gedaan. Dan was dat gebeurd, nu niet. Nu niet meer, nou ben je te laat, nou is het gebeurd. En ze komen ermee weg, vrienden. Let maar op mijn woorden. Ze komen ermee weg. Maar waar ze niet mee wegkomen, dat is de levenslange straf. En de wetenschap dat zij iemand hebben doodgeschopt.